Mooi mens, welkom bij de nieuwe weekreading. Deze week staat in het teken van het grotere plaatje zien. Dit heeft alles te maken met de energie van de afgelopen drie weken, waarin het ging om ontdekken wat je wilt, je focus herpakken, het derde oog wat verder open ging. En deze week is eigenlijk een soort van samenvatting, een soort van eenwording van al die dingen, omdat. Doordat je een soort van aan het shiften bent, onbewust van waar je mee bezig wilt zijn. En doordat je doordat je derde ogen nog verder open is gegaan. en daar dingen in veranderd zijn in je bewustwording. dat je daarin gegroeid bent, dat je nieuwe inzichten krijgt. En dan is de soort van: oké, okay, ja, maar dat is een beetje onrustig. en dat wordt eigenlijk een grote brei. En deze week staat dus in het teken van dat allemaal samenbrengen. op een fijne en gezonde manier. en het gaan. Koppelen aan elkaar, gaan verbinden aan elkaar. Als ik me bijvoorbeeld, en laat ik een voorbeeld noemen: me niet gezien voel in mijn, mijn relatie, voel ik me misschien ook niet gezien door mijn ouders, of voelde ik dat vroeger misschien? of voel ik me wel gezien op mijn werk. Hoe zit dat allemaal in elkaar? Het grotere plaatje, dingen eigenlijk gaan plaatsen. En daarin dus ook waar komt mijn onzekerheid dan misschien vandaan? Komt het inderdaad vandaan dat mijn ouders me voor mijn gevoel bijvoorbeeld niet zagen als kind. Gelukkig speelde dit bij mij niet en speelt dit bij mij niet, maar ik denk dat je wel snapt hoe dit nu werkt. En eigenlijk gaat het dus deze week over die puzzel wat verder uitwerken, die puzzelstukjes wat meer op hun plek leggen. En daarin ontdekken waar het nu om gaat. Soms gaat het er ook over dat je ineens anderen beter begrijpt. Dat je ineens doorheen prikt waarom ze zich bijvoorbeeld zo iedere keer zo afstandelijk gedragen. Wat dat in hun is. Welke beschermingsmechanismes bij hun actief zijn. En misschien kom je dan ineens tot de conclusie dat je iedere keer bij diezelfde beschermingsmechanismes. bij verschillende mensen dat je daarmee te maken hebt. dat iedere keer een soort van afstandelijkheid terugkomt. uit zelfbescherming bij de mensen om je heen. En dan kun je gaan kijken van, hé, hey, wat spiegelt dat nu in mezelf? Dus daar hebben we heel sterk mee te maken met die spiegeling van de omgeving. Dat het ook een stukje een boodschap voor ons kan zijn. Niet altijd zo, maar als we die rode draden gaan zien... dan kunnen we echt wel gaan zien van, hé, hey, dit, dit is een weerspiegeling van mijn innerlijke wereld. Van wat er in mij speelt. En dus dingen plaatsen, omdat het dus weer helpt nog meer jezelf te zijn. Nog meer jezelf te worden. En eigenlijk nog meer te genieten, ook al zijn het wel pittige inzichten die eruit voort kunnen komen. Daarom is het ook fijn om als geur in de diffuser lavendel te gebruiken. Juist ook um, omdat die geur helpt je hoofd tot rust te houden, je focus te helpen ondersteunen. En het helpt eigenlijk dit stuk hier te ontspannen, wat wel heel erg fijn is met wat we nu weten over deze energie. Als steen zou ik zelen niet aanraden, omdat zelen niet juist helpt dat lijntje met het universum te versterken, maar ook met jezelf te versterken. Helpt juist je eigen ingevingen beter te ontvangen, jezelf meer af te stemmen. Op je intuïtie en je paranormale gaven en de engelen en alle moois wat er voor je is, waardoor dat juist helpt dat grotere plaatje meer te zien. Het helpt je ook te ontstijgen en dat overzicht te creëren. Als je zelen niet geen fijne steen vindt en je wil alsnog een suggestie, dan zou ik voor fluoriet gaan, omdat hij dus ook die helderheid schept. Maar zoals altijd, als jij een ander gevoel hebt bij een andere geur of een andere steen, maak daar natuurlijk gebruik van en blijf vooral trouw aan je eigen ingevingen. En dit gezegd hebbende ga ik nu afronden en wens ik je een waanzinnige mooie dag toe.